18 weken op rij bij Sepsport. Een bloedstollende voetbalcompetitie. Feyenoord, PSV, Ajax, NEC. Alle Nederlandse topclubs zijn vertegenwoordigd. 5 jeugdspelers, 3 afstanden. En 1 winnaar. Welkom bij Latje Trap. De competitie is superspannend. De tussenstand. Opeen staat RKC Waalwijk en daaronder Willem II met slechts 2 punten verschil. Kijk, dat zijn duidelijk de kleuren van VVV Venlo. 5 spelers van het D1-team hijsen zich in het clubtenu. En dan zijn ze klaar voor de grote strijd. Kom op, jongens! Latje Trap spelen wil iedereen wel. Maar wie mogen dat bij VVV Venlo doen? Ik ben Ethan linksbuiten. Simon linksmidden. Sam keeper. Kevin keeper. Sotirios rechtsbuiten. Wij zijn VVV! En dit is het eerste elftal van de club. Die maken plaats voor de boys. Zodra de mannen boven zijn, komen de D1'tjes als echte helden het veld op. Deelnemer krijgt 3 kansen om tegen de lat te schieten. Voor een bal dicht bij het doel krijgen ze 1 punt. Ligt hij een stuk verder, 3 punten. De verste bal is 5 punten. Nou, attentie voor de aftrap. Is natuurlijk op de kortste afstand. Nee, net langs de lat. Nou, dat is veelbelovend. Krijgt een asset. Een van de keepers. Nee. Ethan is de volgende. Ja, 1 punt voor de club. Het leek even of hij hem niet echt lekker raakte, maar ja, hij zit. Prima. Wie dan? Nee. De volgende afstand, verder van het doel, 3 punten per raakschot. Oh, veel te hoog. Gaat VVV Venlo ons nog verrassen? Gaat de bal zo achter elkaar tegen de lat? Je weet het niet. 13 punten zijn er nodig om op 1 te komen, maar er moet er wel wat gebeuren. Nee. Nou ja. De verste afstand, 5 punten als de bal tegen de lat komt. Nee. Sotirios. Te laag. Ah, en die is weer even net te hoog. Nou, het is spannend. Hoe benut de ploeg de laatste kansen? Ethan. Ja! Wat een gouden gozer is die Ethan. 6 punten nu voor de ploeg. Ja, heel goed. En nu de opperste concentratie voor het finale schot. Gaat hij er tegenaan of niet? En? Oeh, dit was een zeer spannende latje trap. Een klein feestje bouwen, dat is wel even lekker. Van de supporters krijgen ze een welverdiend applaus. Met 6 punten staan ze op 3 in het klassement. Dat is niet slecht. Volgende keer is FC Utrecht aan de beurt.